Vay be. Vay be dedin. Benim... Bodrum işte burası. Baba. Burası da Bodrum. Yani. Burası Bodrum'dan da. Aşk güzel Bodrum değil işte güzelim. Burası. Bodrum. Gel Bodrum'a inelim. Bak bak. Bak orada salon gibi bir şey var. Bodrum'a inelim. Bak biraz sonra da çatıya çıkacağız. Şimdi Bodrum'a iniyoruz. Sonra da çatıya çıkacağız. Evet. Mezar odası. Mezarlar. Bir bakalım ne yazıyor orada. Mezar odası. Mausoleum'un mezar odası. Tabii okuyabildiysem. Doğru okudun. Hallo, dames en heren. Met strong feeling. Nu zijn we er weer en we doen het nog een keer. Vliegen zonder vliegtuig, want dit keer doen we het nog een keer. Documentaire met vol verrassingen. Dit is Strong Media Teamwork. Wij hebben een documentaire gemaakt over Bodrum. Dit presenteert en leert. Strong Media ervaart en controleert. De documentaire van het jaar. Dus wil je Bodrum plezierig beter kennen? Dan is dit zeker een kijktipje. Want vanaf het begin aan tot aan het eind zijn de beelden natuurlijk verspreid. Net als bij iedere documentaire zijn er vol verrassingen verstopt. Dit keer doen we het ook. Dus een kijkje nemen neemt niets in beslag. Als je het saai vindt, drink een groene thee. Dan komt het helemaal goed. Net als bij iedere documentaire hebben we het in hoofdstukken verdeeld. Nu komen de hoofdstukken die we aan jullie gaan presenteren. Stap voor stap wordt alles duidelijk uitgelegd. Er zijn veel hoofdstukken met verrassingen verstopt. In ieder hoofdstuk zijn de exclusieve beelden verspreid. Wij proberen de beste beelden met uitleg aan u te presenteren. Wij hebben het aantal keren streng gecontroleerd. De structuur van de inhoud is op wijze van stappenplannen gemaakt. Stap voor stap kunt u Bodrum met deze documentaire beter kennen. Je kunt nog altijd een commentaar achterlaten. Iedereen telt bij ons. Wij zullen u nooit vergeten. Uw commentaar laat ons groeien. En laat ons nieuwe creaties ontwerpen. Mocht u het eerste kwartier niet leuk vinden, dan mag u de documentaire van ons afsluiten. Maar als u het toch leuk vindt, mag u het rustig gaan verder bekijken. Ik wil u alvast bedanken voor de aandacht die u nu hier aan besteedt. Şimdi geldik, burası Bodrum'dayız, görüyorsun arkamızda deniz limanı var. Ne diyorlar, liman mı? Liman, evet. Yat görüyorsun limanı. İşte burada. Yat limanını görüyorsunuz. Biz burada her yere gitmeyi planlıyoruz. İnşallah. Ne güzel hava. Vardır 30 derece, daha aşağı vardır. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz işte, geliyoruz. We are the Vikings. I see you what see, you need to see. Türkler geliyor. Böyle baktın mı senin alt tarafın taştan yapılmış. Taştan. Taş devrinde kalmayayım ben. İyi bir taş adam mı? Taştan yapılmış adam. Taştan adam. Bir ellerin gözüküyor alt tarafın taştan. Taştan Hasan. Diri. Bodrum is een leuke stad aan de kust van Turkije en ligt in een omgeving met hete zomers en een milde mate winters. Bodrum ligt in de Turkse zuidwestkust op de kruising van de Egeïsche Zee en de Middellandse Zee. De schoonheid van Bodrum is in de hele wereld ontdekt. Het evolueerde en bloeide in de loop van de tijd. Bodrum ligt in de provincie Mula en het kentekennummer is 48. Nog eens welkom in Bodrum. De bevolking
schat men in 2018 ongeveer 164.000 mensen hier in Bodrum. Gemiddeld is de temperatuur tussen de 22 en 35 graden, met meer dan 10 zonuren op een dag. Soms zelfs een beetje te warm, dus drink voldoende water. Als gevolg van gunstige klimatologische omstandigheden en toeristische activiteiten is het snel ontwikkeld. Bodrum, economisch, leven grotendeels, commercieel, is gebaseerd op de landbouw en het toerisme. De oude naam van Bodrum was Halicarnassus en het werd gesticht door de Dorische Grieken. En wat later werd het thuishaven van Caris en Ionum. Bodrum heeft thuishaven diverse beschavingen. Zekimuren Sanat Musesi, Halicarnas Mozellesi, Bodrum Antiek Theatro, Mindos Kapse en nog veel meer. De geschiedenis van Bodrum gaat terug tot 6e eeuw voor Christus. Zekimuren, die als Sanat Güneş en Pasha werd genoemd, had in de klassieke Turkse muziek één van de grootste namen. Op 1931 werd hij geboren in Bursa. Het huis waar Zekimuren woont is een bescheiden huis met twee verdiepingen. Het theater is typisch van de 4e eeuw. Een voorbeeld van een klassieke Griekse theaters. Een verschil orkest, dat het middengebied wordt genoemd, is niet volledig rond. Van de Hellenistische en Romeinse periode bevinden er ook gewelfde graven plaats. De belangrijkste grafkamers bevinden zich onder de kapel. Omdat de westelijke muren van de stad de vlakte overstaken, is het meer beschermd door de torens. We kunnen nu beginnen met de volgende hoofdstukken. Ieder hoofdstuk wordt stap voor stap duidelijk met beelden uitgelegd. Alvast bedankt voor de aandacht en veel kijkplezier. İşte feribotun içindeyiz. Dışarısı bayağı sıcak. Burası 40 derece vardır. 60 derece var. Ha pardon, feribotun içi 60 dereceymiş. 50 derece, burası bayağı sıcak. Dışarısı 28-30 arası. Burası 62. Bakın ne kadar sıcak güneş. İyice terledim. Görüyorsunuz. Yani. Ne yapıyorsun? Roş giyiyoruz. Sanat Güneşi'nin Sanat Müzesi'ne temizlik imanın şartındandır. Welkom bij Zekimuren Sanat Müzesi. In het Nederlands kunnen we ook wel het Zekimuren Art Museum noemen. Zekimuren, die als Sanat Güneşi en Pasha werd genoemd, had in de klassieke Turkse muziek één van de grootste namen. Op 1931 werd hij geboren in Bursa. Door het ministerie van Cultuur en Toerisme van de Republiek Turkije, na zijn dood in 1996, ter herinnering als aan de kunstenaar, op 8 juli 2000 werd het als kunstmuseum voor zijn liefhebbers geopend. Het kunstmuseum Zekimuren bevindt zich in Bodrum. Als je naar Bodrum komt, vergeet het kunstmuseum van Zekimuren niet te bezoeken. De laatste 6 jaar van zijn leven, als gevolg van diabetes en hart- en vaatziekten, verliet hij het podium en ging naar zijn huis in Bodrum. En dat is dit huis van Zekimuren. Het huis waar Zekimuren woont is een bescheiden huis met twee verdiepingen. In het bovenste verdieping bevinden er kostuums van Zekimuren. Schoenen en verzilvering van de kamer kun je het zien. Naast deze kunsten zijn er ook platen, make-up dozen, vele prijzen die hij had gewonnen. En er bevinden ook brieven die hij toen had ontvangen. Tijdens het muziekleven van Zekimuren heeft hij meer dan 600 banden en platen gevuld. En hij is een componist geweest met meer dan 300 liedjes op zijn naam. Toen hij later verder ging met concerten en opnames,
Zelfs eigen kleding werd ontwikkeld door hemzelf. Zeki Müren was geïnteresseerd in kunst, zoals schilderkunst en design. Het luxe leven van Zeki Müren, in tegendeel, kun je een vrij gewoon leven zien. Hij schreef gedichten in de woonkamer van het huis en las vaak kranten. Hij bracht zijn dag door met kijken naar de televisie. Omdat hij in boze ogen geloofde, kun je op vele delen van het huis blauwe kralen zien. De kamer met grammofoon, naaimachine en typemachine. Tegelijkertijd waar je de woonkamer ziet, is het de kamer waar Zeki Müren zijn vrienden heeft gehuisvest. Behalve de gordijnen waren de spullen voor zelfgebruik. De slaapkamer van Zeki Müren is ook de slaapkamer die de kunstenaar had gebruikt. Het pakje van de slaapkamer werd speciaal uit het huis van Istanbul meegenomen. Burası Zeki Müren'in yatak odası. Mütevazi. Burada da taş plak var. Gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim. Yarın mı? Ama bana perşembe günü saat 6 denilmişti. Ama ben sekreterimize dedi ki haftaya randevu istiyorum demişti. Ve perşembe deyince haftaya olduğunu ben. Bodrum Antik Tiyatro. Bak. Burada göründüğü gibi birazdan gerçeğini göstereceğiz. Hadi bakalım. Welkom bij Bodrum Antiek Theatro. In het Nederlands kunnen we ook wel het oude theater van Bodrum noemen. Ook al hebben we bepaalde informatie niet, het oude theater werd in het tijdperk van Mausolius of dat het misschien iets later is gebouwd. Waarschijnlijk is het niet voor of later 4e eeuw voor Christus gebouwd. Het theater is typisch van de 4e eeuw. Een voorbeeld van een klassieke Griekse theaters. Een verschil orkest, dat het middengebied wordt genoemd, is niet volledig rond. Onderzoek naar de oude theaters is te zien dat de samenstelling uit drie hoofdonderdelen bestaan. In de oudheid van de theaters, maar naast de uitgangsgelegenheden, waren er ook sociale aspecten. Er werden politieke redenvoeringen, propaganda, sociale en literaire interviews, poëzie en muziekwedstrijden hier gehouden. In de tijd voor het theater van Halicarnassus waren er geen vierbaanswegen gepasseerd en er was 24 uur lang geen vrachtwagen, bus en scooterverkeer. Ook Bodrum was niet zo lawaaiig. In de oudheid theater is een van de mushavenstructuren. We begrijpen dat dit een theater is dat in elke oude stad is geweest. In Anatolië staat het bekend dat er ongeveer 100 theaters zijn. Theatertoneelstukken, literatuur en architectuur gaat tot 6e eeuw voor Christus heen. Vroeger werden er wijn en zoete dingen verkocht in het theater. Het oude theater in Bodrum werd in 2002 gerestaureerd door een privébedrijf. In het oude theater werden tot aan vandaag vele concerten en vele theatervoorstellingen gehouden. In 2005 is er een Aesiklos, Lysistrata, spel met de Kamer van Koophandel van Bodrum met de studenten van de Universiteit van Athene werd het op podium gebracht. In overeenstemming met het Griekse origine
dus 2005 jaar na de productie, werd een game uit de oudheid opnieuw geïnscaneerd. Het oude theater met ongeveer 12.000 mensen met lagere zithoekniveaus die onder de grond bleef, is daardoor tot aan vandaag stevig gebleven. Zelfs na de opgraving in 1970 werd het vrijwel verlaten aan zijn lot. En met de vernietiging, ook de blokken die naast de weg werden geplaatst, in de loop van de tijd werd het in de bouw gebruikt. Konuş bir şeyler. Postacı, ne konseri vereceğim burada? Söyle. Merhaba, burası Bodrum Antik Tiyatro. Bugün akşam burada Erol Evgin'in konseri var. Hazırlıklar paldır paldır devam ediyor. Normal şey oluyor, tiyatro ama bugün konser bugün olduğu konser için. Konser var, işte tiyatro, hepsi her kişi için kullanılıyor. A blok, B blok, C blok, D blok, D blok, E, F, Y, Y'ye kadar bloklamışlar. Gördüğünüzde koltuklar. Buradaki de has blok. Bu da has blok. Bak, Ozanlar Diyarı, Şirin Kırşehir'in has bloku. Ve H bloktan sıra 5, koltuk 10 numara. Merhabalar. Öğrenmez Antik Kenti'ne doğru gidiyoruz. Buyurun. Öğrenmez Antik Kenti'ne hoş geldiniz. Burası Öğrenmez Antik Kenti. Ne görüyorsun? Euromast antik kentte tapınağı görüyoruz. Karşıda. Welkom bij Euromast Antik Kenti. In het Nederlands kunnen we ook wel de oude stad van Euromast noemen. Met de trap beklimbare tempel op voetstuk, die tot aan vandaag gelukkig niet is gestort, zelfs met een paar kolommen op de tijd van de locatie. Met de tempel en over de grootte kunt u ideeën creëren. Omgevallen kolom met hoofden, de hele tempel bij zonsondergang, is het een interessant silhouet voor fotoliefhebbers. Silhouet is een schaduwbeeld. In de 2e eeuw na Christus, in Corinthisch orde, voor het achter had 6 en 11 kolommen aan de zijde. Met de afmeting 14,40 keer 26,80 meter gebouwd de Zeus Euromos tempel is met een andere groot deel en was de ruïnes van het theater met gras omringd. De stad Agora, stadsmuren, tombes en sommige sarcofagen zijn hier te zien. Euromos werd vroeger ook Pirinus Euroromei genoemd. Voor de Hellenistische periode, informatie over de geschiedenis van de stad was weinig te vinden. In de jaren tussen 201 en 196 voor Christus werd binnengevallen door de Macedonische koning Alexander de Grote. De stad tijdens het Romeins Rijk kreeg zijn belang en het overgebleven gebouwen tot aan vandaag werden versierd. De tempel van Zeus in Euromos is het best bewaard gebleven tempel in Anatolië. Omdat het één van de Romeinse tempels zijn, is het de moeite waard om het te bezoeken. De tempel is in Corinthische stijl, dateert uit de 2e eeuw na Christus. Er wordt gedacht dat de tempel is gebouwd tijdens het bewind van keizer Hadrianus. Richard Chandler bezocht de tempel in 1764. Hij dacht dat hij de stad La Branda en de beroemde tempel had gevonden. Deze beroemde tempel in Euromos werd opgegraven in 969. En werd door professor Ümit Serdaroğlu gerestaureerd.
kolommen aan de west- en noordkant van de tempel zijn er hiervan vele inscripties gevonden. Sommige van deze inscripties werden door dezelfde mensen gepresenteerd. De ingang van de tempel was aan de oostkant, omgeven door dubbele rij kolommen. De tempel kun je met treden ingaan. En er is een cultusbeeld in een nis. Altaar van de tempel, het voetstuk van het cultusbeeld, is goed bewaard gebleven. De tempel op de weg is heel gemakkelijk te bereiken. Uşak ne yapıyorsun? Uşak ne yapayım? Euromos antik kentteyiz. İşte orada bayağı bir antik yerde oturuyorsun yani antik, şu an. Ben farkında antik mısın? Olduğum için antik kentteyiz. Antik adam, antik taş, antik yer, antik oturak. Oturak. Gördüğünüz gibi antik antik şeyler var. Bodrum diğer değirmenine doğru gidiyoruz. Hadi gelin bakalım. Welkom bij Bodrum Yeldeirmenleri. In het Nederlands kunnen we ook wel de windmolens van Bodrum noemen. De locatie van de windmolens, omdat het op de heuvel is, ligt het op een zeer winderig gebied. Daardoor is het moeizaam om hier foto's te maken. Maar voor degenen die ver van de hitte willen, is het een geweldig ontspanningspunt. De plek waar de windmolens staan, is een plek die je zeker moet zien. En beschikt over een mooi uitzicht. Windmolens die in Bodrum bevinden, heeft niet een specifieke eigenschap van Bodrum, maar het is een soort sier van Bodrum geworden. Windmolens hadden economische waarde tot 1950, maar vandaag hebben ze alleen toeristische en historische waarde. In deze windmolens werd alleen meel geproduceerd. Wat later hebben ze van de windkracht specifiek water uitgehaald. En later werd er elektriciteit verkregen. Windmolens in Bodrum zijn hetzelfde molens die op de Egeïsche eilanden bevinden. De jongste molens die nog bestaat is tussen 1850 en 1870 gebouwd. De windmolens bevinden zich op de Egeïsche kust, op de Egeïsche eilanden en op de heuvels van Bodrum. De molens werden gebouwd op de heuvel waar veel wind kwam. De materialen die gebruikt werden voor de bouw van de windmolens werd gezamenlijk met de stenen van de omgeving gemaakt. Eerst werd er een ronde toren met cilindrische vorm met stenen gemaakt. De top van de ronde toren die roteerbaar was volgens de richting van de wind. En het was gelegen in een dak met konische vorm. Het dak en de muur is met olie omzeild. Daardoor kon het dak gemakkelijk gedraaid worden. Steen die op een steen roteerbaar is, heeft een formaat van 20 cm dik en 180 cm lang. In de dagen wanneer de wind zeer overvloedig was, in een uur gingen de windmolens 20 blikjes, ofwel 320 kilogram, zou hij tarwe kunnen vermalen. Efficiënte windmolens gingen 120 blikken per dag, ofwel 2 ton tarwe kunnen malen. Merhaba, size önce şu Bodrum'un güzelliğini göstereyim. Müthiş, müthiş. Evet, bir de tarihi eserlerimizi göstereyim size. Bodrum Yeldeğirmenleri. Bakarsan daha olur, bakmazsan daha olur hesabı. Arabaya dönmüş. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yer değirmeni var. İçerinde bir tanesinin görüntüsü var. Diğerleri harabe, iyice yıkılmış. Üç tane tarafı denizle çevrili olan bir yer burası. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin üç tarafı denizlerle çarpılı olduğu gibi Bodrum Yeldeğirmeni'nde aynı. Ama değerini bilen yok. Var mı değerini bilen? Merhaba, Milas,
da İncirliğin mağarasına doğru gidiyoruz. Yürüyün bakalım. Çekiyorum deme. İncirliğin mağarası. İncirliğin kavi. İngiliz. Do you speak English? Ben İngilizce bilirim. Welkom bij İncirliğin mağarası. In het Nederlands kunnen we ook wel de grot van İncirliğin noemen. İncir betekent vijgen in het Turks. İncirliğin grot ligt ten zuidwesten van Milos met de Gökçeler kloof van de Bergenklooster die hierheen kijk is de İncirliğin grot en bevindt zich op de noordelijke helling. İncirliğin grot, een van de mooiste grotten van ons land. Binnen is het met geologische formaties, met historische ruïnes en natuurlijke omgeving. Om aan het toerisme te openen is er een zorgvuldig werk op gedaan en bevindt zich als een voorbeeldgrot. De grot is horizontaal ontwikkeld en het fossiele is grotvormig. In de ontwikkeling van de grot is er een aanzienlijke fout effectief geweest, omdat onderaan de schetsen met karstbasisoppervlak geomorfologische verjonging in de regio heeft, was niet in staat om gelijke tred te houden. Het heeft een gekooide structuur als gevolg van fouten en barsten. De İncirliğin grot is met een extreme mooie en interessante en heeft een gigantisch stalactiet, stalagmiet in kolommen en is bedekt met drijpsteenbaden. Damlataş, zuilen van de grot, is verdeeld in verschillende hoofdgalerij van de kamers. İncirliğin grot heeft een totale lengte van 345 meter en beschikt over een brede ingang. De grot bestaat uit verschillende hallen die met elkaar verbonden zijn. Verbindingen tussen deze hallen, op de meeste plaatsen is het voorzien van een 6 tot 7 meter steile afdaling. De helling is in het algemeen ontstaan door drijpstenen die naar voren is gezakt. Gelegen aan het einde en over de foutieven bij de ontwikkeling van de Damlataş Galerij, in vergelijking met de ingang, bereikt het een hoogtepunt van circa plus 12 meter hoog. De bovengenoemde secties. Om aan het toerisme toe te voegen, de grot beschikt over een wandelruimte van ongeveer 155 meter. Met het dijpen van regenwater van het plafond in de grot, in het putgedeelte, is er een ondiep meer gevormd. Deze ondiepe vijvers worden gedefinieerd als een zwembad. Op de begane grond van de ingang en in de grot zijn er vele prehistorische en tussen de oudheid keramische stukken werden hier gevonden. Deze vondsten laten zien dat de grot vroeger werd gebruikt. Bura İncirliğin mağarası. Damlayla daha hala damlaların devam ettiği ve bak damlaların yüzüne baktım damla kendi kendine büyüyorlar. Yukarıdaki siyahlar da yarasa bıçkıları, yarasa bıçkıları. Evet, arkada bir grup da geliyor. Onları belli alacak, sizi belli alacak. Windows kapısına hoş geldiniz. Welkom bij Mindos Kapısı. In het Nederlands kunnen we ook wel de Mindos Deur noemen. De Mindos Deur, gelegen op het Schiereiland en met de oude schrijvers, die spraken erover. Vanwege het op weg naar de antieke stad Mindos toekijkt, hebben ze het naar Mindos genoemd. Koning van Halicarnassus in Bodrum, de Mindos Deur,
werd gebouwd door Mausolius. Het werd verondersteld op de muren van Bodrum te bestaan en is het een van de twee monumentale deuren. De andere is benoemd naar Milissa, Milos, deur van de Hellenistische en Romeinse periode. Bevinden er ook gewelfde graven plaats. De belangrijkste grafkamers bevinden zich onder de kapel. Bijna alles werd in de vorige eeuw door Newton geopend. Omdat de westelijke muren van de stad de vlakte overstaken, is het meer beschermd door de torens. Een van de twee torens van de Mausoleumpoort tot de huidige dag heeft het bijna de oorspronkelijke hoogte behouden. Mindos deur, die wordt beschouwd als de poort naar de stad, het wordt verondersteld te zijn gebouwd rond 63 voor Christus. Vanwege de greppels die voor hem zijn gegraven, Alexander de Grote, die een groot rijk wilde vestigen in de wereld, het staat bekend als de deur die hij niet kon toetreden. 7 meter lang en met een 2,5 meter diepte. Het hoofddoel van de greppel was om gevechtsgereedschap zoals schoenplaat en katapult voor het torens te voorkomen. Echter in 333 jaar voor Christus, Alexander de Grote brak de lijn en veroverde de stad tot na een moeilijke weerstand. De hele stad, behalve het mausoleum, was het tijdens de verovering helemaal verbrijzeld. Met de bijdrage van Turkcell en Ericsson bedrijven is het gerestaureerd en geopend om het te bezoeken. Naar de Mindospoort is een bezoekje wel waard. Ruïneert rondomheen en informatieborden met uitleg samen met de restauratie is het opgezegd. Bezoekers kregen informatie over de overblijfselen. İnteresi basmadan şimdi gelir çeşmeden Helen alacaksan Minos. Al beni yataklara düşmeden hele Minos 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 kapısına hoş geldiniz. Evet, şimdi geldik gerçek ismine. Mindos kapısı. Bodrum Deniz Müzesi, Martini Müzesi'ne hoş geldiniz. Welkom bij Bodrum Deniz Müzesi. In het Nederlands kunnen we ook wel het Bodrum Maritiem Museum noemen. Het Bodrum Maritiem Museum, gelegen in Mula Bodrum, met een maritieme geschiedenis, is het museum dat licht van vroeger nu ook laat schijnen en kan het nieuwsgierigheden uren binnen huis houden. Belangrijke plaats met de cultuur in het Bodrum Museum kunt u ook sponsvissen, vissen, transport en het gebruikte type boten hier terugzien. Met een rijke inhoud en dankzij de apparaten met groot aantal lokale en buitenlandse toeristen die interesse tonen in het Bodrum Maritiem Museum. Als je geïnteresseerd bent in maritiem en je komt een keer naar Bodrum, dan raad ik je aan om hier zeker een kijkje te nemen. Met bootworkshops en met scheepswerf is het de belangrijkste scheepvaart in Turkije en met één van de centra voor het bouwen van boten. In het museum van Bodrum, tijdens een bezoekje, kun je naar je geliefde een geschenk kopen. Sinds 2011 zijn de deuren voor zijn bezoekers geopend. Verzending in Bodrum met Maritieme Museum en excursiebotenmodellen met het type boten van Bodrum en verzamelingen van zeeschelpen kun je ook verschillende documenten hier zien. Gelegen in het centrum van Bodrum bevat belangrijke informatie en documenten. Alle bootmodellen in het Bodrum Maritiem Museum was in de tijd een vissersboot, sponsboot, trouw, Gangawa ofwel een passagiersboot van Bodrum geweest. Hier wordt het weergegeven als schaalmodellen van de echte boten. Naast de modellen kun je van de periode die betrekking had tot de matrozen ook de foto's en verhalen hier occuperen. Als je in het museum over Bodrum praat, de eerste persoon die opkwam en de basis voor zeetoerisme, Cevat Şakir Kavaçlı, bekend als Halikarnas Visserman, is er op dit moment een hoek voor hem vrijgelaten. Andere ontwerpen
die u hier kunt zien, de voormalige CEO van Sabancı Holding, Hasan Güleşçi, met meer dan 40 jaar heeft hij uit verschillende regio's van de wereld zeeschelpen verzameld en ook voor postzegelverzamelingen een aparte deel gemaakt. Ne yazıyorsun? Gemi müzesi hakkında görüşlerimi yazıyorum. Ne görüşleri yazıyorsun? Güzel bir eser olmuş. Yapanlara. Gittiğin her yerde bir not bırakıyorsun. Evet. Bu özelliğe kime borçlusun? Hasan. Labranda Antik Kenti'ne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi burada harita var. Neyin nerede olduğunu yazıyor burada. Welkom bij Labranda Antikente. In het Nederlands kunnen we ook wel de oude stad van Labranda noemen. De oude stad van Labranda is 15 kilometer ten noorden van de stad Milas in Muğla, een van de oude woonwijken van de regio. En woonde in het zuidwesten van Anatolië met eigenaardige geschriften dat zelfs vandaag niet is gelukt om het te ontcijferen. Mooi voor de trotse en mysterieuze Karians. De oude stad van Labranda, een belangrijk cultuurcentrum, is opgericht in de 6e eeuw voor Christus. Een van de oudste volkeren van Anatolië. We weten heel weinig over de Karians. In Milas met stenen blokken bedekt, de heilige weg die is aangesloten naar de stad. En is in het zuidoosten en de andere is in het zuiden. En beschikte over twee ingangen. De oude stad van Labranda in de 4e eeuw voor Christus, die had zijn hoogtijdagen. Karian Satrapi Mausolos tussen 377 en 354 voor Christus en zijn broer Idreus tussen 351 en 344 voor Christus had van Labranda een heilige gezinsgebied gemaakt. Op het heilige gebied dat elk jaar 5 dagen duurde, ze maakten van religieuze feesten en traditioneel. In de 4e eeuw voor Christus, nadat de lokale mensen het christendom accepteerden, hoewel een Byzantijnse kerk werd gebouwd in de buurt van de East Propylon, werd toch na Christus gebouwd. Een grote brand vond plaats in de 4e eeuw. Het heilige plek was langer niet meer een cultusplaats. Een halfronde exedra was voor het gebouw en verscheidene beeldhouwwerkbasissen heeft het een keermuur in het zuidoosten. Dit heiligdom is in de oude stad van Labranda en is de enige heilige site gewijd aan Zeus. In de periode van Mausolus op het heilige gebied van Labranda met monumentale Trapstoa priesterhuis waar alleen nobele mannen binnen mochten. Het feestgebouw Andron werd toen voor hun gebouwd. In de tijd van Idrius waren er 2 entreegebouwen, Propylon. De centrale binnenplaats siert de stad met een monumentale trap. Van de monumentale trap kun je naar het terras toe en op dit terras omvat de Romeinse ouderdomstructuur Andron C en Westoa. Buraya bak. Ne demek istiyorsun? Dinleniyorum. Dinlenme tesisi mi? Evet. La. Dinlenme tesisleri. Öyle evet. Dinlenme tesislerimize hoş geldiniz. Şirketimiz 15 dakika için ihtiyaç molası vermiştir. Çaylarımız şirketten. Parasını vermeyi de unutmayın. Çok güzel. Güzel.
Evet, Halikarnas Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. Welkom bij Halikarnas Mozellesi. In het Nederlands kunnen we ook wel het Halikarnas Mausoleum noemen. Het Halikarnas Mausoleum was één van de zeven wereldwonderen van die tijd. Het had een gigantische structuur. De ruïnes werd vanuit Bodrum, illegaal door de Britten, naar Engeland gebracht en is te zien in het British Museum. Dit meesterwerk was het graf van koning Mausolus. Door de partner en de dochter in Halikarnas werd er een gigantische begraafplaats gebouwd. In die tijd werd het graf van de koning Mausolus genoemd als het bevolkingsmausoleum. En tot aan vandaag kwam het met deze naam. Met open gebieden aan de zijkanten wordt het gebruikt als een openluchtmuseum. Het gebouw was met een zeer goede architectuur en met fijne lijnen en motieven gemaakt. Tegenwoordig wordt dit kunstwerk tentoongesteld alleen in modelmaten. Mausoleum qua hoogte, nu bevindt er alleen een put. In de tijd was het 242 meter hoog. De bovenkant van het graf van koning Mausolus had een overgangsvorm van een piramide. Het had een hoogtepunt van 24 treden. In de oudheid namens koning Mausolus door de vrouw en zus Artemisa werd het begraafplaats gebouwd als een monument. Vanwege dit plan, nadat het werd gebouwd, als dezelfde manier gemaakte structuren werden mausoleum genoemd. Met andere woorden, de naam van het mausoleum werd aan de naam van de koning Mausolus geërfd. Karius Atrabe Mausolus, ten zijde van zijn bestuur, ongeveer 355 voor Christus werd de bouw begonnen. In de jaren 43 voor Christus, tijdens de satrapstrijd tussen Pixodaros en Adda, werd de bouw gestopt. Een van de laatste overlevenden die het monument had gezien was bisschop Eustatius, die in de 12e eeuw na Christus leefde. Met 1500-jarige bestaan van dit monument, helaas is er alleen resterend deel van de ruïnes overgebleven. Door de Latijnen gezien als werelds zeven wonderen, de hoogte was 180 longvoets. Het heeft een gemiddelde hoogte van 55 meter en had een hoogte van 20 appartementencomplex. De schaal in de tentoonstellingshal is op deze maat geargumenteerd. Dit monument toont een bestaan van 1500 jaar. Na deze periode werd er gedacht dat het vernield werd. Op 1402, met herkomst van de ridder Saint John, toen ze naar Bodrum kwamen, zagen ze het monument verwoest. Zamanla burası böyle bir mozelleymiş. Gördüğümüze göre. Şimdi sadece taş anıtları kalmış. Onu da şimdi görüyorsunuz. Neredeyiz? Knidos Antik Kent'teyiz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Geziyoruz. Birazdan güzel güzel yerleri çekeceğiz. Ve göreceksiniz. Knidos. Knidos mu? Knidos, evet. Knidos, Knidos. 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 Ay. Knidos. Welkom bij Knidos Antikenti. In het Nederlands kunnen we ook wel de oude stad van Knidos noemen. De schoonheid van de zee en de amandelbloesems, baaien en de schoonheid van de bochten met de beroemde Datje, Egeïsche Zee en de Middellandse Zee is precies op een punt verbonden. Het schiereiland met de naam Tekkerhorn
Aan de punt of in de oude stad van Knidos op de weg van Dacia is deze plek een van de belangrijkste oude steden van deze regio. De geschiedenis van Knidos gaat terug tot 2000 jaar voor Christus. Beschutte havens, speciale locatie. Op weg naar kruising was het een belangrijke havenstad geweest. Herodotus, een oude historicus, zegt dat Knidos werd gesticht door immigranten uit Lakedaimon. De stad was ook in wetenschap, architectuur en kunst behoorlijk gevorderd. Een van de zeven wereldwonderen, de architect Alexandrie met de vuurtoren, Sostratos, heeft vroeger hier geleefd. De aantallen bewoners van de regio tussen 600 en 700 jaar voor Christus wordt geschat dat er 80.000 tot 120.000 mensen hier leefden. Knidos, dat in zijn periode wijn exporteerde, was in dat gebied een belangrijk handelscentrum. Van de oostelijke Middellandse Zee tot de Zwarte Zee en Athene zijn er wijnproducten geëxporteerd. Knidos, die veel geld verdiende met handel in een moeilijke geografie, werden er twee theaters, talrijke tempels en een grote agora gebouwd. Buiten de ingang met 10.000 persoons theater, in het bovenste deel van de stad, is er nog een theater met een capaciteit van 20.000 mensen. In de oudheid, dat bekend staat als het eerste naakte standbeeld, Afrodite, die erkend is in Knidos, werd het standbeeld wereldberoemd. In de oudheid, steden zoals met een opperhoofdgod of een godin die ze uitkozen, werd vroeger op haar naam de grootste tempel van de stad gemaakt. De Knidosieten kozen Afrodite als de belangrijkste godin. Daardoor bouwden zij een tempel op haar naam. Het standbeeld is tot nu toe nooit kunnen worden gevonden, maar haar voetstuk is nog op zijn plaats. Op het eiland Rhodos, waar ze een 32 meter hoge zonnegod Helios bouwden, ze geloofden dat deze standbeeld hun beschermde. De Knidos-leeuw, een van de symbolen van het koninkrijk van Knidos, met toestemming van de Ottomaanse overheid, werd het ontheemd in 1858 en naar Engeland teruggebracht. Neler var, neler yok. Valla gördüğün gibi bol bol devirden kalma taşlar. Evet görüyoruz. Başka neler var? Sen varsın, ben varım. Bir sürü insan da var. Knidos'tayız. Çok güzel yer. Datça'nın sınırına doğru Knidos var. Tabii sınır dediysem sınırdan sonra deniz geliyor. O taraflarda Knidos var. İşte şimdi yürüyoruz. Babam arkada kaldı. Görüyorsunuz. Şimdi devam yürüyelim. Bakalım önümüze ne çıkacak. Böyle gidelim. Gittik gözümüzle gördük. Sizin için dokumenter yaptık. İzle gör. En iyisi kendin git. Kendi gözünle gör. İşte belgeselimizin sonuna geldik. Hadi bay bay. Bay bay. Bir dahaki başka dokumenterde buluşmak üzere.